Het orkaanseizoen op de Atlantische Oceaan loopt van 1 juni tot 30 november. 97% van de tropische stormen op de Atlantische Oceaan vindt in dit tijdvak plaats. En statistisch gezien zijn verreweg de meeste orkanen actief in de periode half augustus en begin oktober. De absolute piek is 10 september. Het zeewater bereikt in september ook zijn hoogste temperatuur. In een gemiddeld orkaanseizoen komen 14 tropische stormen voor die een naam krijgen. 7 daarvan groeien uit tot een orkaan en 3 daarvan tot een zware orkaan. De windsnelheid moet dan minstens 178 km per uur zijn. De kans dat orkanen voor meer schade en leed gaan zorgen is groot. Dat komt omdat het gebied van impact groter wordt en omdat orkanen intenser zullen worden. Daarnaast zien we ook dat juist in de kustregio's veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden de afgelopen decennia. Meer mensen zijn hier gaan vestigen, waardoor de kans op schade aan bezittingen groter is geworden. Voor heldere communicatie is halverwege de 20e eeuw afgesproken om orkanen namen te geven. Zo kan er geen verwarring ontstaan over welke storm bedoeld wordt in de berichtgeving. En voor deze namen worden lijsten gebruikt. Er zijn 6 lijsten die rouleren. En na 6 jaar wordt de eerste lijst weer gebruikt. Als een tropische storm zich ontwikkelt, krijgt deze een naam. Mocht de storm zich ontwikkelen tot een orkaan, dan verandert de naam niet. Maar als de storm of orkaan afzwakt en de windsnelheid onder de 63 km per uur komt, dan verdwijnt de naam van de kaart. De eerste storm in het jaar krijgt een naam die begint met een A, de tweede met een B, etc. etc. En de letters Q, U, X, I en Z worden niet gebruikt. Mochten alle namen vergeven zijn, dan wordt er overgestapt op een reservelijst. Als een orkaan veel schade of slachtoffers eist, dan wordt de naam door de Wereldmeteorologische Organisatie van de lijst geschrapt en vervangen door een andere naam.